Het jeugdwerk van de gereformeerde kerk Woerden-Zegveld begint komende zaterdag 6 oktober met een nieuw initiatief met als titel De Kliederkerk. De Kliederkerk is de letterlijke vertaling van het Engelse The Messy Church. Ik kan mij toch echt niet voorstellen dat de tekst Kliederkerk, het kliederen, letterlijk moet worden genomen. Klopt dat, Yvonne Vergeer, jeugdouderling? Ja, dat klopt. Het is een woord dat is ontstaan door Nederland. In heel Nederland wordt het Kliederkerk genoemd. Het wordt al in meerdere kerken georganiseerd. Maar het is op een creatieve manier het Bijbelverhaal ontdekken. En iedere keer is er een ander Bijbelverhaal het onderwerp. En dan gaan we dus eerst met elkaar ontdekken wat de boodschap is van het Bijbelverhaal. En dat kan met knutselen, spelen, bouwen, vechten, sporten. Op allerlei manieren uitgevoerd worden. En is het speciaal voor kinderen bedoeld? Ja, kinderen moeten wel met een ouder of een grootouder komen. Het is de bedoeling dat je het samen met je kind doet. Je zei het al, het is in Nederland al bekend aan het worden. Waarom in Woerden dit gestart? Nou, we hebben nog niet zo lang een nieuwe dominee Joost Schelling. En die kwam uit Sliedrecht en hij was heel enthousiast over Kliederkerk en hij vond het heel leuk om het hier ook in te brengen. En wij als jeugdouderlingen vinden het ook leuk om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. En ook kinderen bekend te maken met de Bijbelverhalen. Dus wij waren als jeugdouderlingen ook heel enthousiast. En hebben een groep vrijwilligers gevraagd om ons daarbij te helpen. En we hebben er heel veel zin in. Ja. De ervaringen die elders al zijn opgedaan, kunnen jullie die ook hier goed gebruiken? Ja, we zijn ook bij een bijeenkomst geweest waar al meer ervaring was met Kliederkerk. In Spijkenisse. En daar was ook een Kliederkerk opgezet. En dat is eigenlijk een beetje een eigen gemeente met elkaar geworden. Die gezinnen komen regelmatig bij elkaar om een dienst te doen. Maar, en elkaar te ontmoeten. Dus dat kan. En het kan ook gewoon een extra activiteit zijn om met kinderen en ouders wat meer tijd te hebben. Om dieper op een verhaal in te gaan en elkaar te ontmoeten. Daisy Schoneveld, jij bent een van degenen die mede helpt dit evenement te organiseren. Wat is jouw rol precies? Ik zit in de activiteitencommissie. Ik help mee met het bedenken van activiteiten die op zo'n Kliederkerkdag gehouden worden. Wanneer gaat het gebeuren, de eerste Kliederkerkdagmiddag? Aanstaande zaterdag, 7 oktober. Hoe laat? 3:15. Hebben jullie een idee van de belangstelling voor deze nieuwe activiteit? Ik heb het idee dat het, omdat het de eerste keer wordt, dat we nog goed ons best moeten doen om mensen enthousiast te krijgen. Mensen hebben nog geen idee wat het is en dat het komen gaat. Dus ik verwacht wel zo'n 25 kinderen dat ze komen aanstaande zaterdag. Is het niet een activiteit, en dat ga ik even vragen aan de jeugdouderling Yvonne Vergeer, voor mensen voor wie de kerkdienst en het horen bij een kerkgemeenschap eigenlijk een beetje een brug te ver is, als ik het zo mag zeggen, maar die toch wellicht iets hebben met een Bijbelverhaal. Klopt dat? Ja, dat hopen we wel, dat mensen nieuwsgierig zijn en dat de drempel wat minder groot is dan de zondagsdienst, omdat dat vaak wat officiëler is en dit iets gemoedelijker gaat. Ja, en we hopen ook dat de kinderen uit onze kerk vriendjes of vriendinnetjes meenemen. En dat ze daardoor ook hierheen komen. Waar bestaat het programma uit? Kent het een bepaalde vaste onderdelen? Ja, we beginnen met iets te drinken en iets lekkers erbij. En dan beginnen de activiteiten. Want het is de bedoeling dat ze dus spelenderwijs het verhaal gaan ontdekken. Nou, dat is wel ruim een uur. En dan daarna hebben we een korte viering met elkaar. Zingen we, wordt het verhaal nog een keer uitgelegd. En met beamerbeelden. En daarna eten we met elkaar. Ben je niet bang dat ouders, die moeten ook mee knutselen eigenlijk. Ja, zouden die daar nou wel voor voelen? Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om samen met je kind daar tijd voor te maken. En we proberen ook tijdens het knutselen vragen te stellen of een gesprek aan te gaan. Om te kijken wat hen ook bezighoudt in het dagelijks leven. En het is ook een vorm van evangelisatie eigenlijk. Ja. Ook wel, ja. En vooral van ontmoeten, maar toch op deze manier ook het geloof delen, ja. Hoe ziet de toekomst van de Kliederkerk eruit? Verwachten jullie nog meer van deze diensten, want zo mag ik het geloof ik wel noemen, te gaan organiseren? Ja, het streven is nu 3-4 keer per jaar.
Dus we hebben nu als onderwerp de Ark van Noach dat we uit gaan werken. Maar we hebben alweer een idee voor de volgende keer. En we proberen het ook een beetje aan de datum te koppelen. Nu is het dan na 4 oktober, Dierendag. Dus iedereen mag ook zijn knuffel meenemen. En in februari hebben we alweer gepland. En dan gaat het over liefde, omdat het dan net na Valentijnsdag is. En we proberen 3-4 keer per jaar te gaan doen. In het aanbod van haar jeugdactiviteiten werkt de gereformeerde kerk Woerden Zegveld nauw samen met de hervormde gemeente Woerden, onder de naam Jong Woerden. Meer informatie vindt u op www.jongwoerden.nl.